echt. Nou, we zien echt in de opvang ook enorm verschil. We hebben er twee soorten op één, in één stal zitten. Ja. En bij die ene waar de Novotel zit, daar enorm veel, veel veertjes. En bij die andere niks. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het gedrag dat zij de veertjes laten liggen overal, hè? Overal liggen de veertjes, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk niks mis mee, hoor. Ja. En dat kun je gewoon zien. Dus kijk maar, als je dan zo'n... kijk, als je zo'n kippen pakt, zie deze staan wel wat... Zie dit wel wit? Ja. Dat kan qua veertjes. En ze zitten volgens mij ook voldoende goed in de veren onder. Ja, dat is helemaal niks mis mee. Een vrij forse kip. Maar eigenlijk, als je ze vastpakt, dan zijn ze eigenlijk vrij rank. Ja. Wat vind je het mooiste van die kippen? De kippen die het mooiste zijn eigenlijk dat ze een goed gedrag hebben. En, ja, het is heel makkelijk, weinig grondeitjes en in principe gaat het perfect. Ja. Dus dat, ze voelen lekker zwaar aan. Nou ja, ze hebben een goed gedrag. En wat bedoel je met een goed gedrag? Nou ja, ze hebben gewoon ze zijn heel rustig. Kijk, dat zie je wel als ze nu zo in het hok lopen. Ja. Ja. Kijk, ze hebben gewoon een fijn gedrag. Je kunt er goed mee werken. Ja. Ja. Dus, hoe gaat het met de leg? Legt ze goed door? Ja, ze leggen goed door. Dus dat, we zitten nu dicht tegen de 94 cent aan zo'n beetje. Ja. En dat, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Nou, we hebben een bedrijf met twee kippenstallen, totaal 12.500 dieren. We hebben achter nog een varkenstal met 200 dieren. En verder werk ik erbij, bijna fulltime. En ja, daarom, we moeten wel een wat makkelijker hen hebben. Om, natuurlijk, overdag zijn we niet aanwezig op het bedrijf. Dus het is wel fijn als het allemaal goed werkt en goed draait. Ja. Er is al vrij snel nadat er bekend werd dat het kooiverbod werd ingevoerd, door Verbeek geanticipeerd door haar opfokconcept aan te passen aan de omstandigheden. En we hebben toen met name naar opfoksystemen gekeken. En we hebben toen samen het Nivovaria opfoksysteem ontwikkeld. Later hebben we verder gezocht naar een hen die juist aangepast was aan de omstandigheden van die alternatieve systemen. Een hen in een alternatief systeem die gedraagt en beweegt zich compleet anders als een hen in een kooisysteem. Vandaar dat je ook eigenlijk een hen moet hebben die aangepast is aan die alternatieve systemen om het beste uit die hen te halen. Hoe hebben ze dat bij Novagen gedaan? Ze hebben geselecteerd juist op omstandigheden die in die alternatieve systemen van belang zijn. Gedrag, eikwaliteit, velschaligheid. En hoe hebben ze die selectie gemaakt? Ze hebben in het begin tussen de week 17 en week 60 worden hennen in familiekooien geplaatst. En in die familiekooien wordt die hen beoordeeld op gedrag, op pikkerij, op vuilschaligheid, op productie natuurlijk. En dat doen ze door die hen vol continu te plagen met een hoog eiwit in het voer, laag eiwit in het voer, hoge temperaturen in de stal, lage temperaturen in de stal. En eigenlijk wordt gekeken naar hoe reageren die kippen op elkaar, maar ook op de productie. Nou, alle kippen die selectieprocedure doorlopen, die worden eigenlijk meegenomen naar de individuele fokkerij. En dan wordt in het laatste gedeelte van die fokkerij tot 90 weken geselecteerd op productie. En een hen die op 90 weken maximaal produceert met een goede eikwaliteit, die wordt meegenomen voor de uiteindelijke fokkerij. En natuurlijk worden er in veldtesten worden gekeken of waar ze op gefokt hebben, ook dat waar in de praktijk tot uiting komt. Nou, en wat blijkt, je ziet hier in de stal precies hetgene waar ze bij Novagen op gefokt hebben, zie je terug. Een goed gedrag, een goed doorlegvermogen, een super eikwaliteit. Ja, en dat is wat de pluimveehouder wil. Ja, gedrag is natuurlijk niet alleen hoe die kippen met elkaar omgaan, maar juist ook waar ze dat ei leggen. En het mooie is, hoe minder eieren er buiten het nest gelegd worden, hoe minder werk die boer eraan heeft. En werk, arbeid is geld. Voederconversie is juist in de huidige pluimveehouderij iets wat zeer belangrijk is. Voederconversie bepaalt voor een heel groot gedeelte het rendement. Deze hen is geselecteerd op een lage voederconversie. Dus die maakt met minder voer meer eieren. Mooi daarvan is dat het voer wat deze hen krijgt, juist ook bestaat uit wat minder hoogwaardige grondstoffen zoals schroten. En het aandeel schroten wat opgenomen kan worden in het rantsoen voor deze hennen, die kan hoger zijn doordat deze hennen geselecteerd zijn op het niet voorkomen van stinkeieren. En dat is enorm belangrijk. Dus een lage voederconversie gecombineerd met het uitblijven van stinkeieren levert een dubbel voordeel voor de pluimveehouder.